Veel fietsers zullen dit pad in het Drents Friese Wold wel herkennen. Het is lekker breed en het voert je langs allerlei mooie plekken. Maar hier in het Drents Friese Wold zijn ook heel veel mooie, spannende paadjes. En vandaag laat boswachter Lisander ons die zien. Lisander, wij zijn vandaag met jou op pad. Ja. En je bent een beetje nieuw voor onze kijkers. We hebben jou af en toe wel voorbij zien komen. Jij bent boswachter hier in het Drents Friese Wold, hè? Ja, ik ben de boswachter publiek hier in het Drents Friese Wold. Al bijna 16 jaar dat ik hier mag werken. Leuk. Wat heb je met dat Drents Friese Wold? Ik ben eigenlijk een beetje verliefd op. Ja? Ja, ik vind het Drents Friese Wold echt machtig mooi. Het is gewoon een zeer gevarieerd gebied. Maar met name de missie die hier ligt, zeg maar. Het meer ons als mensen, zeg maar, steeds een beetje terugtrekken. Ja. En kijken hoe we die natuur meer zijn gang kunnen laten gaan. Meer als een wildernisbos kunnen laten zien, zeg maar. Terwijl het eigenlijk een heel gemaakt bos is van origine. Het is een houtveste boswachterij. Maar nu laten we het steeds meer los. En die missie, dat vind ik iets heel moois. En daar ben ik echt helemaal blij mee. Ja. Ja, jij wel. Er is bij sommige mensen, bij het publiek onder andere, een beetje onduidelijkheid over soms, toch? Ja. Want waar zijn nou de duidelijke paden gebleven, bijvoorbeeld? Ja. Kijk, dat fietspad, dat is natuurlijk dat is een heel hele duidelijk. Heldere, ja, maar waar wij nu staan, dit is ook een wandelpad, hè? Ja, klopt. En dat zou je niet zo snel zeggen. Nee, en vroeger waren dit hele brede paden. Maar tegenwoordig laten we steeds meer paden steeds smaller worden, zodat je een hele andere beleving krijgt. Wat veel meer lijkt alsof je op een olifantenpaadje of een reewissel, zeg maar, loopt. Ja. En dat doet iets met de beleving. Ja, want waarom doen jullie dit dan zo? Nou, we vinden het eigenlijk belangrijk, als je het hebt over wildernisgebieden, hè, dat je eigenlijk wil eigenlijk een soort buitenlandervaring in Drents Friese Wold creëren. En als je niet over die grote brede zandpaden loopt, maar juist over die kleine smalle paadjes, ja, dan krijg je echt een heel andere beleving. En dan heb je ook echt het idee dat je aan het struinen bent. En dat achter iedere boom wat spannend te zien is. Zeg dat je eigenlijk een beetje in de middle of nowhere zit. Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, dan moeten mensen er wel gebruik van maken. Ja, ja, anders groeit iets echt helemaal dicht. Ja, dan verdwijnt gewoon een pad. Ja. Ja. Wij gaan er nu in ieder geval gebruik van maken. Ja, we gaan even het paadje weer opnieuw. Nou ja, wijs jij maar de weg, want we gaan een stukje lopen. Nou, wat we dus hier ook gedaan hebben eigenlijk, is van die struiken, zeg maar, neerleggen. Ja. Zodat je er eigenlijk ook een beetje omheen gaat lopen. Maar zo krijg je eigenlijk gelijk zo'n mooie kronkel in je pad. Ja. Anders ontstaat er nog zo'n heel smal paadje, maar dan wel midden van het weg. En nu word je zo mooi eromheen geleid. Ja, dit is wel leuk, nou, dat slingeren. Ja. Dan kunt u amper met z'n tweeën naast elkaar lopen. Ja, dat is wel, je moet wel een beetje naast elkaar praten. Maar is ook leuk, hè? Dan ga je ook meer... En meer van de omgeving eigenlijk om je heen kijken. Ja, dan ben je niet waar. Continu met elkaar in gesprek. Ja. Maar dan ga je ook echt helemaal om je heen kijken van wat zie ik nou eigenlijk. Maar waar is nu het pad dan? Hier tussen de pad loopt hier nog steeds zo. Want ik zat wel hier te kijken. We gaan naar een heel ander gebied waar de natuur ook volop in ontwikkeling is. Dit is het Lofargebied bij Exlo. Dat is de afgelopen jaren een belangrijke plek geworden voor allerlei vogels en planten. Vooral aan het begin van de zomer staan sommige stukken vol bloemen. Maar ecoloog Hans Dekker van de provincie vond er afgelopen najaar ook iets heel bijzonders. Dit is eigenlijk een prachtig gebied op de rand van de Honsrug naar het Hunsedal. En in het voorjaar bloeit daar van alles en er vliegen heel veel soorten vogels. En in de herfst is het een beetje stil. Hè? De wintervogels zijn er nog niet echt. De plantengroei ligt een beetje op zijn gat. En toch dacht ik ga eens even kijken. En ik liep hier het terrein in en ik zag die prachtige veenmoskussens en de dopheid die hier en daar nog bloeide. En plotseling vond ik daar witte sterretjes in het plantengroei. Her en der verspreid. En tot mijn niet geringe blijdschap was dat Panacea. En dat is een razend zeldzame plant. Dus ik sprong dan misschien wel 3 gaten in de lucht. Nu, eind oktober, is er niet veel meer over van de Parnassia. Her en der staan nog wat zaadbolletjes. Maar in bloei is het een heel mooi plantje.
En het is een soort die hele hoge eisen stelt aan zijn groeiplek. Nou, het geeft ons aan dat we met natuurontwikkeling niet praten over weggegooid geld, maar dat wat wij doen ook werkelijk succes heeft. Dus wij kunnen dat soort soorten, en naast alle orchideeën die er al staan, en de moeraskartelblad en de veenpluizen, zeggers, kunnen we aanzien dat wat wij hier doen echt resultaat heeft. Het is niet alleen maar voor de buren dat we een stukje nieuwe natuur inrichten, maar je ziet aan de plantengroei, maar ook aan de vogels, hè, dus een belangrijk broedvogelgebied ook, aan de vlinders, dat de natuur reageert. En daarvoor zorgen we dat we de oorspronkelijke biodiversiteit die bij Drenthe hoort, ook binnen onze provinciegrenzen behouden blijft. De kans is groot dat er de komende jaren nog meer zeldzaamheden opduiken in het LOFAR-gebied. Want 100 jaar geleden was het ook al heel bijzonder. Dat blijkt uit een lijst die Dekker in het archief heeft gevonden. Er staan heel veel orchideesoorten, zeldzame zeggensoorten staan hier genoemd. De zonnedoofsoorten, die staan er trouwens ook al over een deel. Maar er staat ook bijvoorbeeld veenmosorgers. Nou is veenmosorgers, net als Panacea, eigenlijk een topsoort. Een topscorer zou je kunnen zeggen. Alleen die heeft nog wat meer tijd nodig. Want die komt alleen voor in hele fijnmazige plantengroeien. Met mooie kussens van veenmos, waar alles in balans is. Nou, zover zijn we hier nog niet. Het is nog relatief jong. Maar als die soort terug zou komen, dat zou echt de kroon op het werk van het Drenthe landschap zijn. Oh, kijk, hier wordt het weer wat breder. Ja, toch? Dit is een oud pad waar niet zoveel van gedaan is. Je ziet wel dat het langzaam aan het dichtgroeien is. Maar verderop, waar ik nu even mee naartoe neem, ja. Daar hebben we ook eigenlijk een reliefherstel gedaan. Want dit is van origine is het Drenthe Vieze Wold natuurlijk een boswachterij waar heel veel hout geoost werd. En voor al die houtoostwerkzaamheden in de aanplanttijd zijn eigenlijk ook alle wegen zeg maar, aangelegd. En die wegen die hebben ze eigenlijk zo neergelegd dat het eigenlijk helemaal vlak is en strak is. Ja. Dus alle hoge recht koppen, toe, recht aan. Ja, alle ja. Hoge koppen die er zaten, zeg maar, die hebben ze allemaal weggegraven, allemaal met de hand. En hebben ze de laagte mee opgevuld. Ja. Dus daarmee was het pad recht. Maar eigenlijk is het heel heuvelig, zeg maar, het hele gebied. Ja, maar dat zie je hier nu. Ja, hier hebben we eigenlijk zeg maar, de laagtes en zo weer opgezocht. Ja. En daar hebben we dus het zand weer teruggebracht van hoge koppen, zeg maar, zo op elkaar weer aan laten sluiten. En dan krijg je eigenlijk weer terug dat relief erin wat eigenlijk van vroeger in zat. Ja. Zie je, dus dat het zo al die heuveltjes erin zitten. Ja, ja, is wel mooi. Ja. Nee, is het leuk als je hier zo ziet dat hier de das heeft langs gelopen. Dit heeft de das gedaan? Ja, die heeft mooi met zijn neus in die grond lopen vroeten. Op zoek naar lekkere hapjes wat die onder die bladeren in die humuslaag verstopt zitten. Ja. Waarschijnlijk wel wormpjes. Of, Want zit hier een burcht ook in de buurt dan? Ja, er zitten best veel burcht in de Drenthe Vieze Wold. Ja. En ze kunt ook behoorlijk wat afstanden aflopen s'nachts. Ja. Een heel leuk spoortje. Ja, en langs het pad gewoon. Ja. Ja. We lopen nu op de mountainbike route. Ja. Maar mag je hier dan ook gewoon buiten de paden struinen? Nou, eigenlijk niet. En dat is ook misschien wat leuke van hoe we die paadjes natuurlijk aan het maken zijn. Is dat we paadjes creëren. Waardoor het wel lijkt alsof je van het pad af bent. Hè? Je bent niet op die grote bedden paden. Allemaal smalle reepaadjes, wildwissels. En hier van het pad afgaan is ook best wel lastig. We kunnen wel een stukje proberen. Dan gaan we ervaren hoe dat is. Er ligt zoveel een dood en takmateriaal, zeg maar, dat het echt, hier ben je snel klaar mee. En dit vaak, heb je hier hoor. Niet neergelegd, dit is hier gewoon wel vanzelf. Hier zijn allemaal larixjes gezaagd, zeg maar, om het dus uit te halen. En dus probeer eigenlijk hier de inheemse soorten te bevoordelen. Maar je bent heel snel, als je van het pad afgaat, dat het niet fijn loopt, dan zoek je toch snel weer een pad op. Ja. Maar zoals die paden, hè, waar we eerder ook al waren, dat is toch vrij onduidelijk dat dat een pad is. Hoe weten mensen dat dan, dat daar een wandelpad is? Er zijn steeds meer routes zeg maar, die we ook op dat soort wegen aanleggen. En tegelijkertijd merk je ook dat als een pad veel gebruikt wordt, ontstaat er echt een paadje. En sommige paden die worden gewoon echt niet meer gebruikt eigenlijk. En dan groeien ze eigenlijk langzaam dicht. En dat is ook prima? Ja, voor ons is het eigenlijk ook prima. Want daarmee creëer je eigenlijk grotere blokken. Hè. Er zitten best... om de zoveel meter ligt eigenlijk een pad uit vanuit die bosgeschiedenis. En doordat we nu eigenlijk op een andere manier dat bos inrichten, krijg je ook steeds grotere blokken waar dus geen paden meer in liggen. En dat is dan eigenlijk wel goed voor de natuur. Thank you.
Dit is of was echt de hoofdweg van het Drentse Friese Wold, ja, dit was is nog steeds de houtvester Janselaan, een van de hoofdwegen, de hoofdaders van het Drentse Friese Wold. Waar in het verleden heel veel vrachtwagens langskwamen, grote houtoogstmachines om het hout uit het bos te halen. Ja. En nu is dat compleet aan het veranderen. Want heb je die weg dan niet meer nodig? Wordt er geen hout meer uit het bos gehaald? Nee, we zijn er niet meer aan het houtoogsten, zeg maar, zoals we dat vroeger altijd deden. Dus inderdaad, wat we hier eigenlijk zien, dit is een beuk eigenlijk, die is omgewaaid. Ja. In afgelopen zomerstorm. En dan staan we er letterlijk voor met een motorzaag. En dan zeggen we eigenlijk, moeten we hier nog zijn? Moeten we hier nog met een auto erheen kunnen? Of kan die blijven liggen? En dat is eigenlijk het besluit wat we steeds maken. Bij alle stormen zeg maar, gaan we alle wegen bij langs. En moet die opengezaagd worden of niet? Nou, dit was een route. Ja. Dus er moest wel iets dat je er toch wel een beetje langs kon. In dit geval met de mountainbike. En hebben we dus opgelost door er een pad omheen te maken. Maar wel de boom te laten liggen. Maar wat nou als er hier iets gebeurt, hè, in het bos? Dan kun je er dus niet meer bij komen. En dan bedoel je dat de brandweer of ambulance erin zou moeten? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, we hebben hele duidelijke afspraken eigenlijk met de brandweer. Met wegen die ze kunnen gebruiken eigenlijk. En die, zo zijn we heel veel met hun in gesprek eigenlijk. En je ziet het hele pad er mooi omheen gemaakt is. Maar wat zonde om dit op te ruimen eigenlijk. Maar wat levert dat dan op? Voor de natuur. Voor de natuur. Nou, dat je dit zo laat liggen bijvoorbeeld. Kijk, wat natuurlijk wat goed is voor de natuur, is dat je natuurlijk heel veel dood hout eigenlijk achterlaat in het bos. Hè. We zitten op arme zandgronden. En die boom is ook heel erg verarmd. En als je dus inderdaad dit soort bomen laat liggen, dan krijg je dus dat je de voedingsbodem eigenlijk weer terugkrijgt voor de latere generaties van het bos. En je creëert allemaal niches. Hè. Dus je ziet eigenlijk nu al een soort boombrug hier. Dus je kan je voorstellen dat hier de boommarkt bijvoorbeeld ook echt overheen loopt naar de overkant. Allerlei boombruggen ontstaan, maar ook allerlei niches van bomen die eigenlijk weer onder zo'n kroon gaan groeien. Hmm. Dus je creëert eigenlijk een hele nieuwe wereld eigenlijk daaronder. We zijn op bezoek bij schrijfster Marijn O'Hanlon en schrijver en televisiemaker Redmond O'Hanlon in Koekangen. 5 jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Drenthe. We zochten een huis in Amsterdam dat groot genoeg was voor alle boeken van Redmond. 10.000 boeken. En ja, in Amsterdam is het niet te betalen, dus we moesten overal elders gaan zoeken. En het liefst ook iets met een tuin. En toen zag ik dit huis op Funda staan met een enorm ooievaarsnest. Toen dacht ik, dat zou, misschien gaat dat wel werken. You see the peppermint is finally going. But I haven't seen a little frog. Yeah, I've seen two or three. Ik had altijd een heel romantisch idee over Drenthe, omdat ik daar vroeger als kind ook ben geweest. En toen zag ik ook van een beetje heuvelachtig, wat ik heel erg spannend vond. En het land lijkt ontzettend op, het leek wel gewoon buitenland. Voor mij was het net buitenland. Ik vond het heel mooi en romantisch. Dus ik dacht, hier was het echt een mooie plek. En ook een plek waar wij ons thuis konden gaan voelen. Ik ben dan heel trots op dat er dan een trosje druif aan zit. Hier. Dat is wel echt de gein van een tuin hebben. Dat er ook echt fruit in je tuin groeit. I've never been happier in a place, ever. And yes, it's true. I think I have seen most of the world. And the garden, the wonderful thing. I understand now why old men love gardening, because it gives them a future. They think subconsciously, they put all these seeds in, they've got to wait until they come up and then they have to eat them and then they have to put some more in. It's a wonderful place, Drenthe. And well, all my life I've had terrible deadlines and books to write and this, and you just feel guilty
doing anything sensible as gardening. But here, all that's gone. Volgende week meer over de tuin van het schrijvers-echtpaar en over een bijzonder dagboek. Het prachtige Hoekenbrink. En dit is ook een van jouw favoriete plekken? Ja, dit is wel een van mijn meest favoriete bankje, moet ik dan zeggen eigenlijk. Hè? Oh ja? Ja. Waarom is dit? Ja goed, dit uitzicht is prachtig, ja, maar heeft het nog meer reden? Nodig. Nee, maar dit is echt, hier kijk je ver van je af, zeg maar. Het is echt zo'n typisch Drents-Vieswold plekje, wat het ook is. Niet heel veel mensen kennen het eigenlijk. Nee. Maar dit is dan de Hoekenbrink. En ja, hier kan ik uren zitten mijmeren als het moet. Is niet de bedoeling, hè? Nee, aan het werk, ja. Na het werk. Ja. Ja, snap ik. Ja. Prachtig. Dankjewel voor vandaag, voor je uitleg en de spannende paadjes. Ja. Wil je hier nou nog meer over weten, kijk dan ook op onze website roeg.tv. Voor een kijkje achter de schermen, een kijkje naar de vlog op ons YouTube-kanaal. En volgende week zijn we natuurlijk terug met een nieuwe aflevering. Dus tot dan, blijven wij nog even mijmeren, denk ik, hè? Heerlijk, ja, laten we dat doen. Bijzonder goed bankje. Ja.